nossa. Vamos que vamos, tu delícia. Ai, ai, se eu te pego, hein? Vamos comigo, turma! Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vem? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu? Ah. Se eu te pego, viu? Um sábado, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Olá, tu. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Blijf hier op mens! Wat het mens is altijd te laat! Hier ben ik! Hè? Oh, daar is ze! Niet zo ongeduldig! Hè, hè? Waar zat je nou dan? Ik was even in het zwinnetje. Lekker afkoelen in het zwinnetje. Koud water, joh! Ja! Yeah. Nou zeker lauw water nadat jij er in de wees bent. Nou ja. Wat was leuk? Ja. Heb jij nog gestemd? Op een partij? Het stemmen? Ja! Yeah. Op de Bilpartij. De Bilpartij? Ja, van Epke Zonderland. Nou ja. Ja. Nou mensen, hartelijk welkom. De RTV. Ja. Welkom. Hartelijk welkom. Het was met zomertje wel, hè? Nou, leuk. We hebben lekker een kleurtje op te lopen. Ja, een hete zomer was het. Goeie zomer. Was het bij jou heet? Ja. Nou, bij mij minder. Oh. Maar ja, er is een hoop gebeurd in Kattek. En in Rijnsburg en Valkenburg. Ja, zeker. Bijvoorbeeld het bloemencorso. Ik wil niet veel zeggen, bloemencorso. Maar het is elk jaar. Ik weet niet of het jou opgevallen is. Trouwens, jij hebt toch altijd een plantenbak achter in de auto? Dat is om de politie om de tuin te leiden. Oh, ja, yeah, ja. Yeah. Ja. Yeah. Nou, ik neem even een advocaat. Neem een advocaat. Lekker hoor. Ja. Yeah. Zo, beslagroom. Heerlijk. Hap, slik, weg. Nou. Wat hoor ik nou, Leni? Ben je in Londen geweest? Ja, yeah, maat, ik ben in Londen geweest. In Londen? Wat moet je daar in Londen? Hebben ze je niet weggestuurd? Nee, ik was voor de speulen, de 100 meter looprek. De 100 meter looprek? Ja, en ik heb gewonnen. Ja. Het is toch wat? Hij heeft gewonnen van de 100 meter. Ik heb er niet over gezien. Ja, dat was hartstikke leuk. Trouwens, in Londen rijden ze allemaal links, heb ik gehoord. Klopt allemaal dat? Allemaal links rijden ze daar, leuk. Gek, hè? Dat vind ik heel gek. Ja. Nou ja. Ze wouden het in Kattek ook invoeren. Oh, links. Ja, is het zo? Die meneer wethouder Thijs Udo. Udo weer? Van verkeer. Oh ja. Maar hij zegt eerst de vrachtwagens links en een week later de gewone auto's. Oh. Nou ja, laten we maar gaan kijken. We hadden toch afgesproken dat we die twee uit de weg zouden laten ruimen en nou zitten ze hier weer gewoon. Lekker koekje. Nou, dan kun je wel een koekje gaan zitten eten, maar je lijkt wel een ambtenaar. Lekker. Rund. Hallo beste kijkers, daar zijn we dan weer met het bloemencorso. Dat wordt weer een feest. Naast mij staat Jaap Hoek. Jaap, welkom. Ik heb alleen praat als ik je billen knijp, hè? Heb ik in je billen geknepen? Nee. Weet je wat ik nou zo'n enorme trek in heb? Ik heb daar enorme zin in, een lekkere grote rauwe ui. Zo'n grote lekkere rauwe ui, daar heb ik enorm veel trek in. Of in twee van die uien. Zet een rauwe of drie. Ui. Rauw, zonder koken, niet. Gewoon, rauw. Heb ik gewoon erg veel zin in.
Gewoon als stukjes snijden, zo van die schijfjes en dan zo naar binnen schuiven. Heerlijk. Jaap, waar staat dat CDA eigenlijk voor, dat CDA? Het CDA staat voor chrysanten, dahlia's en anjers. En stelt het CDA verder nog iets voor? Nee, toch. Weet je waar ik nou ook al zo gek op ben, Jaap? Uien? Bitterballen. Dat zou ik nou gewoon hier, want... Nou, daar kan ik maar RTV, meegaan. Je bent hier bij RTV en dan denk je, je krijgt hier een paar bitterballen, maar je krijgt helemaal niks. Niks. En wat zie je allemaal van die ellende voorbij gaan, maar bitterballen, hoop maar. Koude koffie. En dat valt me nou zo tegen. Ja, jammer. Heb jij koude koffie gehad? Koude koffie. Dat is tenminste nog wat, wou je zeggen. Een bloemenkorso. Ja, ik zeg maar zo, ik smurf tegen. Jaap, vertel eens, jij hebt heel veel verstand van bloemen. Bloemen, ja. Ik heb heel veel verstand, maar meer van komkommers. En hier zien we dan DVS, geloof ik, hè, Jaap, toch? Ja, DVS, volgens mij de gelijk. Die hebben al ontzettend veel prijzen gewonnen. Heel veel. Een toporkest, dat hoor je ook wel, hè? Je hoort het echt. Prachtig, ja, prachtig. Nou rijden ze weer rechts hoor. Dan rijden ze weer rechts. En ze zouden links rijden. Ja, ik heb wel voor rechts gestemd, maar ze zouden links rijden. Maar komen er nou beelden van de reddingsdemonstratie? Oh ja. Dat heet tegenwoordig anders, leu. Hier, hoe dan? Ik heb een stem. Reddingsdemonstratie, nee, toch? Het is rescue event. Huh? Rescue event. Rescue event? Ja. Yeah. Nou ja, over redding gesproken. Yeah. Er zijn onder de last twee Rijnsburgers die zijn verdronken in Amsterdam. Oh hè, Rijnsburg is verdronken. Wat aardig. Ja, yeah. Weet je hoe dat kwam? Ze wouden de watervies op de standaard zetten. Oh, het is wat hè? No. Let op, ze is de tekst kwijt. Je wil even een knipje maken dat ik mijn tekst kwijt. Weet je trouwens hoe zout het water is? Welk water? Het water in de zee. Het water in de zee? Hoe zout het is. Zou het niet weten? Nou, dan vraag ik het wel aan een andere kwal. Nou ja, mensen, het rescue event. Event. Goedenavond kijkers, hartelijk welkom hier bij de Rescue Event in Katwijk aan Zee. En dat is een bijzonder evenement. Naast ons zit kapitein ter zee, luitenant sergeant Boer Koekoek, of niet? U is het correct. Waarom moeten die mensen steeds uit zee worden gered, meneer Koekoek? Ik heb geen flauw idee. Dat dacht ik ook al. En die helikopter, die is geel. Waarom? Die was toch altijd groen? Heeft dat een betekenis? Oorspronkelijk was hij wit. Later is hij groen geworden en nu is hij geel. Dus hij zit eigenlijk groen en geel. Ja. Precies. Het hele kleurenspectrum wordt behandeld. Flauw idee. Ik begrijp het, ja. Oeh, kijk, daar gaat hij. Dat is wel interessant, hè, wat er allemaal gebeurt. Wat zeg je? Is er een volledig shantykoor verdwenen? Ja, zo'n koor zingt beter dan ik dacht. Dit is nu al de derde keer dat ik mijn schoonmoeder in zee heb gegooid, maar elke keer halen ze haar er weer uit. Nou, het is me wel een gezellige uitzending hoor. Jongen, wat een toestand allemaal. Yeah. En dan gaan we nou kijken naar, wat een rare naam allemaal, Katwijk en Pleinaaieren. Dat lijken wel aaieren op het plein of zo. Pleinaaieren? Ja, yeah, pleinaaieren staat er. Pleinaaieren. Nee mensen, dat is plein air. Hè? Plein air, dat is met schilders. Schilders? Kunst schilders. Oh, schilderijen? Ja, alles lekker in de grondverf. Piet Casco, Piet Casco, ja. Yeah. En Rembrandt en zo? Die. Oh. Yeah. Nou, dat is ook leuk. Trouwens, jij bent ook net zo'n mooi schilderij, vind bedankt. Ik. Bedankt! Dat vind ik aardig. Ik zou je het liefst gelijk ophangen. Nou ja.
U heeft trouwens een ontzettend mooie muts. Die muts heb ik van mijn moeder. Ik heb een enorme voorliefde voor mutsen gehad. Oh. En bij ons thuis in de familie heeft iedereen bijna een identiekezelfde muts. Mijn zus heeft zo'n muts, mijn tantes hebben allemaal zo'n muts. En ik zelf vind het ook heerlijk om die muts te dragen trouwens. U heeft een fantastische baard. Dank u. U heeft geen muts, hè, zie ik. U heeft helemaal geen muts. Nee, ik heb thuis een pet. Ik heb een pet thuis en die bevalt me uitstekend, die pet. Een pet? Een pet, ja. Ja, ik gooi regelmatig met mijn pet naar, maar ik heb een pet, vind ik heerlijk. Schilderen hou ik niet van, maar een pet, heerlijk. Iedereen vindt het bij mij thuis een fantastische muts, maar u heeft een geweldige baard. Laten we het zo doen. Dank u. Ja, ik geef u mijn muts, krijg ik uw baard. Ik vind dit een klote programma. Ik vind dit nergens op slaan. Jos is niet zo te mutsen. Hé, mijn koekje. Ik ruik een vislucht. Wat zullen we eten vanavond, Gerrit? Ik dacht aan een schnitzel. Of heb je trek in wat aars? Nou, een gehaktballetje of zo. Heb je dat misschien? Ja. Of een biefstukje. Gewoon een biefstukje in en om in de pan. Geen vis. Geen vis. Vis. Gadverdarrie, vis. Nee hoor, geen vis. Trouwens, Leni, yeah. Er zijn weer een hoop Rijnsburgers geboren. Een hoop Rijnsburgers geboren? Ja, geboren? Die zijn aan de boren. Hoe weet je dat dan? Nou, ik zag overal van die lenteuitjes op straat. Oh ja. Ja? Yeah. Ze hebben altijd wat tegen... Wat heb je toch tegen die Rijnsburgers? Niks. Ik heb er niks tegen. Dan moet je eens gewoon overheen kijken. Nou ja, bij sommige Rijnsburgers lukt dat wel. Wie heeft mijn krukje gejat? Verkomme! Ja, als dat mens nou een krukje wil, dan heb ik er geen probleem mee om daar een krukje te gaan neerzetten. Ik bedoel, er zijn hier krukken zat. Dat was wat, die najaarsfeesten. Dat is ook leuk. Najaarsfeesten in Kattenbinnen. Najaarsfeesten? Ja. Wanneer is dat dan? In augustus. Augustus? Ja. Dat is toch zomer? Dat is zomer. Yeah. Weet je waarom ik zomers nooit de deur open doet, Leu? Nou, vertel het eens. Nou, dan ben ik bang dat de herfst voor de deur staat. Leuk. Ja, yeah. Leuk, ja. Yeah. Trouwens, weet je waar ik ook geweest ben? Ben je Gerard Joling? Gerard Joling? Ja, dat is een leuke man, joh. Nou, man. Het is om te gieren. Ik heb er de kracht niet meer voor. Ik ben Benny met de pepperpan. Ik weet niet of ik ooit nog zonder kan. Ik dacht zelf aan de pepperpan, maar is heel hard als een gewone pan. En word je ook even pepperen? Leg dan al je spullen maar opzij. Hou die knop goed vast en pepperen. Maar denk wel aan de batterij. Tweede couplet, nest er net. Ik ben Benny met de pepperpan. Ik weet niet of ik ooit nog zonder kan. Ik dacht zelf aan de pepperpan. Maar het is heel hard als een gewone pan. En word je ook even pepperen? Leg dan al je spullen maar opzij. Hou die knop goed vast en pepperen. Maar denk wel aan de batterij. Het was een fantastische zomer, hoor. Vol met leuke activiteiten. Ja. Yeah. Mensen. Mensen, het was een fantastische uitzending ook. Ja. Geweldig vond ik. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Goeiedag. Ja. En tot de volgende keer. Ja, lekker nazeumeren nog hoor. Ja. Ja. Maak je me gek met je fantastische zeumer. Dat zeg je ook alleen maar voor de uitzending. Ben je me gek? Fantastische zeumer. Het allemaal geregend en gesneeuwd. Wanneer? Het was een fantastische zeumer. Je hebt een broodje. Je zit met de hele zeumer zit je helemaal dwars. Hè? Mens. Jij bent een darm. Ik ga het jou halen van het strand en dan moet je er zijn. Het regent, tot de pannetjes worden het nat. Het regent helemaal. Het regent helemaal niet op het strand. Hartstikke lekker weer. Je moet je pil innemen. Wat zeg je nou? Wie zeg ik? Wat krijgen we nou? Wie zeg ik? Je bent een zuipelap. Zo, de meter op.
Nossa. Vou que morto, delícia. Ai, ai, se eu te pego, hein? Vamos comigo, turma. Sábado na balada. Leni! Leni, waar blijf je nou, mens? God, het mens is altijd te laat. Hier ben ik. Hè? Oh, daar is ze. Niet zo ongeduldig. Hè? Waar zat je nou dan? Ik was even in het zwinnetje. Lekker afkoelen in het zwinnetje. Koud water, joh. Ja. Yeah. Nou zeker lauw water nadat jij er in de wees bent. Nou ja. Wat was leuk. Nou? Heb jij nog gestemd op een partij? Te stemmen? Ja, yeah. Op de Bilpartij. De Bilpartij? Ja. Yeah. Van Epke Zonderland. Nou ja. Ja. Yeah. Nou mensen, hartelijk welkom. RTV. Yeah. Welkom. Hartelijk welkom. Het was met zomertje wel, hè? Nou leuk. We hebben lekker een kleurtje opgelopen. Ja, een hete zomer was het. Goede zomer. Goeie was het zomer. Bij jou heet? Ja. Yeah. Nou, bij mij minder. Oh. Maar ja, er is een open beurt in Kattek en in Rijnsburg en Valkenburg. Yeah. Zeker. Bijvoorbeeld het bloemencorso. Ik wil niet veel zeggen, bloemencorso, maar het is elk jaar. Ik weet niet of het jou opvalt. Yeah. Trouwens, jij hebt toch altijd een plantenbak achter in de auto? Dat is om de politie om de tuin te leiden. Oh, ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. Nou, ik neem even een advocaatje. Neem een advocaatje. Lekker hoor. Ja. Yeah. Zo, beslagroom. Heerlijk. Hap, slik, weg. Nou. Wat hoor ik nou, Leni? Ben je in Londen geweest? Ja, yeah, Mart, ik ben in Londen geweest. In Londen? Wat moet je daar in Londen? Hebben ze je niet weggestuurd? Nee, ik was voor de speulen, de 100 meter looprek. De 100 meter looprek? Ja, en ik heb gewonnen. Ja. Het is toch wat? Hij heeft gewonnen van de 100 meter. Ik heb er niet over gezien. Ja, dat was hartstikke leuk. Trouwens, in Londen rijden ze allemaal links, heb ik gehoord. Klopt allemaal dat? Allemaal links rijden ze daar, leuk. Gek, hè? Dat vind ik heel gek. Ja. Nou ja. Ze wouden het in Kattek ook invoeren. Oh, links. Hè? Ja, is het zo? Die meneer wethouder Thijs Udo. Udo weer? Van verkeer. Oh ja. Maar hij zegt eerst de vrachtwagens links en een week later de gewone auto's. Oh. Nou ja. Laten we maar gaan kijken. De wagens rijden mee in een bonte stoet, kleurig versierd met bloemen, met als thema Ik hou van. Medepresentator is Hans Heemskerk. Hans, hoe typeren wij nou dit corso, deze flower parade? Ik zou het willen noemen verrassend kleurrijk, of anders gezegd verrassend en kleurrijk. Ja. Met muzikanten en ik hou van bloemen. En ik hou van bloemen, maar wat ja, als je dit dus ziet, is dat echt, het is een soort lijnen opgestoken. En ik weet niet of de gebruikt hebben, maar dat is... Maar hier zitten vrachtbloemen op, hè? Er zitten heel veel bloemen op. Een wagen van het CDA Noordwijk-Katwijk. Ja, helemaal opgestoken in de kleuren van de CDA natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk logisch. Zelf zou ik persoonlijk een andere kleur auto eronder gezet hebben. Maar ja, dat is mijn mening. Ik denk als je dat wit had gedaan, wat ook de kleur van het CDA is, hadden die bloemen wat beter uitgekomen. Wat frisser geweest. Je ziet er ook dat blad wat daar omgekruld is. Nee, maar ik hou van dieren. Voor een bekende bottelier aangeboden deze wagen. Je ziet een radio, want het gaat om dat radioprogramma. En op de achterkant... Ja, er zit een hele grote bas. Die viel me gisteravond op. Die is helemaal opgevuld met oranje-rode gerbera's. Ik hoop dat we nog even in beeld krijgen. Er zitten ook heel veel bloemen in elkaar. Hè? Aangeboden door de gemeente Noordwijk en ze wonnen een zilveren medaille. Ja, dat is
We hebben er officieel hebben we er nu 19, maar ja, de 20e die hebben we dit vanavond. Maar komen er nou beelden van de reddingsdemonstratie? Oh ja, dat heet tegenwoordig anders, Leu. Hier, hoe dan? Ik heb een stem. Reddingsdemonstratie, nee, toch? Het is Rescue Event. Huh? Rescue Event. Rescue Event? Ja. Yeah. Nou ja, over redding gesproken. Yeah. Er zijn onder les twee Rijnsburgers die zijn verdronken in Amsterdam. Oh hè, Rijnsburg is verdronken. Wat aardig. Ja, weet je hoe dat kwam? Ze wouden er watervies op de standaard zetten. Oh, het is wat, hè? Nou. Je wil even een knipje maken, anders ben ik mijn tekst kwijt. Weet je trouwens, Leu, hoe zout het water is? Welk water? Het water in de zee. Het water in de zee? Hoe zout het is? Zou het niet weten? Nou, dan vraag ik het wel aan een andere kwal. Nou ja, mensen, het Rescue Event. Event. Nou, het is wel een gezellige uitzending, hoor. Jongen, wat een toestand allemaal. Yeah. En dan gaan we nu kijken naar wat een rare naam allemaal. Katwijk en pleinaaieren. Katwijk en dat lijken wel aaieren op het plein of zo. Pleinaaieren? Ja, yeah, pleinaaieren staat er. Pleinaaieren. Nee, mensen, dat is plein air. Hè? Plein air, dat is met schilders. Schilders. Kunst schilders. Oh, schilderijen. Ja, alles lekker in de grondverf. Piet Casco. Piet Casco. Ja. En Rembrandt en zo. Die. Oh. Ja. Nou, dat is ook leuk. Trouwens, jij bent ook net zo'n mooi schilderij. Bedankt. Ja. Dat vind ik aardig. Ik zou je het liefst gelijk ophangen. Nou ja. U zit hier, u bent niet aan het schilderen, maar ik zag u eerder wel schilderen. Wat is er gebeurd? Ik ben wel schilderen, ja, maar. Maar. Het is zo. Ik heb geen ervaring met schief. Oké. Zo, ik heb erwartet dat ik een beetje last van. Van oben naar unten, van unten naar oben. Gelukkig, ik heb sofort angefangen te malen en ik heb nog etwas gemacht, ja. Oké. Het is een gemêleerd gezelschap. Er zijn ook buitenlandse schilders aan boord. We gaan straks kennis maken met al deze schilders. Hoe kwamen ze hier zo verdwaald?
En hoe bevalt het ze hier? Vroeger kwamen er al veel schilders uit Katwijk schilderen. En nu sta ik naast André. En André, ze zien ook Duits, oder? Ja, ik gehör zu der Gruppe der vier Deutschen, die hier an dem Festival teilnehmen dürfen. Und wie geht's bis jetzt? Es ist wunderbar. Wir haben auch mit dem Wetter großes Glück. Und ja, die Kollegen sind wunderbar. Het probleem is meer dat je niet heel precies. Ik werk altijd heel precies en dat lukt hier niet. Door de beweging? Door de beweging, ja. Dus ja. Het wordt iets wilder dan anders, zeg maar. Vindt u het vervelend om hier te schilderen of heeft het toch. Ja, Körper is kloek. Ja, die is snel gewonnen, wie heet het, deze woorden? Adapteer zich snel. Ze verzoeken het weer. Ja, verzoeken, wanneer het gaat, dan het gaat. Zo, met plezier. Door. Ik hoop dat het gaat. Het is weer goed. Het is einfach zo schön, dat is. Wat kan man zeggen? Ja, moet man doorgaan, dat was het. Ja, ja, ich hoffe, es hängt später in Petersburg. Hè? Ja, kann sein, wir werden. Ik ruik een vislucht. Trouwens, Leni, yeah. Er zijn weer een hoop Rijnsburgers geboren. Een hoop Rijnsburgers geboren? Ja, die zijn geboren. Hoe weet je dat dan? Nou, ik zag overal van die lenteuitjes op straat. Oh ja. Ja. Yeah. Ze hebben altijd wat tegen. Wat heb je toch tegen die Rijnsburgers? Niks, ik heb er niks tegen. Dan moet je eens gewoon overheen kijken. Nou ja, bij sommige Rijnsburgers lukt dat wel. Morgen. Nou, na zo'n hoofdfeestdag misschien een beetje kleine oogjes, maar we gaan er weer fris en fruitig tegen. Dat was wat, die najaarsfeesten. Dat is ook leuk. Najaarsfeesten in Katwijk binnen. Najaarsfeesten? Ja. Wanneer is dat dan? In augustus. Augustus? Ja. Dat is toch zomer? Dat is zomer. Ja. Weet je waarom ik zomers nooit de deur open doe, Leu? Nou, vertel het eens. Nou, dan ben ik bang dat de herfst voor de deur staat. Leuk. Ja. Yeah. Leuk, ja. Yeah. Trouwens. Weet je waar ik ook geweest ben? Ben je Gerard Joling? Gerard Joling? Ja, dat is een leuke man, joh. Nou, man. Het is om te gieren. Ik heb er de kracht niet meer voor. Yeah.
Het was een fantastische zomer, hoor. Vol met leuke activiteiten. Ja. Yeah. Mensen? Mensen, het was een fantastische uitzending ook. Ja. Geweldig vond ik. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Goeiendag. Goeie, yeah. En tot de volgende keer. Ja, yeah. Lekker nazeumeren nog, hoor. Ja. Yeah. Maak je me gek met je fantastische zeumer. Dat zeg je ook alleen maar voor de uitzending. Wij zijn wel gek. Fantastische zeumer. Het heeft allemaal geregend en gesneeuwd. Wanneer? Het was een fantastische zeumer. Je hebt een broertje. Je zit met de hele zeumer. Zit je helemaal dwars. Hè? Mens. Jij bent een darm. Klier. Ik ga het jou halen van het strand. En dan moet je zeggen. Het regent. Het regent. De pannetje moet het nou. Ja, het regent in je hoofd. Het regent helemaal. Het regent in je hoofd. Hartstikke lekker weer. Je moet je pillen innemen. Wat zeg je nou? Wat krijgen we nou? Wie zijn wij? Zijn we een zuipmaf? Ik heb het halve glas in de week. Ja. Zo de miet erop.